Hoi, ik ben Sven. Bij het Solar Team ben ik onderdeel van het service team. Dus dat houdt in dat wij ervoor zorgen dat iedere avond de auto weer in tip-top conditie klaar staat om de volgende dag zijn stukje te rijden. En als er tijdens het rijden iets gebeurt met de auto, bijvoorbeeld een lekke band, zorgen dat wij de auto weer zo snel mogelijk op de weg krijgen. Het service team bestaat uit veel mensen van voorgaande edities. Mensen die ook geholpen hebben aan het bouwen van deze auto. Dus die mensen die hebben alle kennis om ervoor te zorgen dat de auto zijn route kan rijden. Ja, de meeste mensen die in het service team zitten of überhaupt het technische deel doen bij Solar Team komen wel van een technische studie af. Ik heb bijvoorbeeld zelf werktuigbouwkunde gestudeerd. Ja, het sluit wel aan bij zeg maar, de dingen die je moet doen binnen het service team. Het werken aan de auto, zorgen dat die auto gewoon iedere dag weer in tip-top conditie staat. Dat je ieder systeem naloopt, zorgt dat ieder systeem optimaal blijft werken, ja, dat vind ik heel gaaf. Het service team bestaat uit 5 man, verdeeld over elektronica en de mechanica. Dus zeker ook in de avonden en tijdens de race heeft iedereen zijn eigen taak om ervoor te zorgen dat die auto kan doen wat hij moet doen. Ja, achter mij ligt heel veel gereedschap en reserveonderdelen voor het geval dat er onderweg iets stuk kan gaan. Dat wij dat zo snel mogelijk kunnen fixen. Dus de auto zit bomvol met van alles en nog wat. Als wij horen van de DMU dat de auto bijvoorbeeld een lekke band heeft gereden, dan gaan wij zo snel mogelijk een plan verzinnen hoe wij zo snel mogelijk die band kunnen wisselen om de auto weer te laten rijden. Nou, de leukste tijd heb ik wel de tijdens de race simulaties die wij altijd doen, dan oefenen we voor het eerst de service protocollen. Dus ja, die hebben we tijdens de race gelukkig nog niet hoeven doen. Dus ik klop het even af en zal net zien dat dat vandaag wel zo gaat gebeuren. Maar dat zijn wel leuke momenten. Moeilijk moment. Dat alles best wel snel moet. Want ja, je kan niet te lang over een service stop doen. Want dat kost alleen maar tijd. En dat is wel lastig om te zorgen dat de communicatie binnen het service team met wie wat doet, dat zo goed mogelijk verloopt.